In het Portugese Carvoeiro, waar nagenoeg altijd de zon schijnt, heeft Anneke van Lammeren samen met haar man Reinhard een prachtige villa bemachtigd die van alle gemakken is voorzien. Anneke verdiende haar kapitaal in het gooi met het kopen, verbouwen en luxe afstylen van huizen. Nu is Anneke in haar Portugese villa een luxe bed and breakfast begonnen. Dochter Anne Fleur uit een eerder huwelijk van Anneke helpt haar moeder zo vaak als ze kan. In het Gelderse dorpje Epse, waar alles pais en vree is, woont in een sociale huurwoning in een seniorenwijk de familie van Egmond. Bestaande uit moeder Saskia, puberdochter Zoe van 14 en de 11-jarige Tycho. Zoon Tycho zit vanwege zijn autisme op speciaal onderwijs en heeft extra begeleiding nodig. Bij Saskia werd in 2010 de diagnose MS gesteld. Een ziekte van het centrale zenuwstelsel waarbij verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. Vrij snel na de diagnose wordt Saskia volledig afgekeurd. Anneke houdt van mooie spullen. En gelukkig verkopen ze die in het zonnige Portugal volop. We hebben natuurlijk de Moschino, Louis Vuitton, dit is Hermes, tots. Daarnaast wordt er enorm genoten van alle geneugtes die Portugal biedt. Mijn grootste handicap is de pijn, de zenuwpijn. Het is net alsof je benen in de fik staan. Ik denk ook dat het echt mijn redding is dat ik de kinderen heb, dat ze me nog heel erg nodig hebben, want ik moet 's ochtends opstaan. Je moet er zijn voor je kinderen. Ik heb MS, maar MS heeft mij niet. Ik vind de manier waarop we leven gewoon goed, want het is niet dat het voelt alsof ik iets mis. We gaan gewoon op vakantie. Maar waar naartoe? Oh, ik zit helemaal te trillen. Zie je dat? Lieve familie, ontzettend leuk dat jullie deze week een kijkje in ons leven gaan nemen. Jullie gaan zo inchecken en vliegen daarna naar het prachtige Portugal. Oh, vet! Ja, een hond. We hebben hem gespot. Ja, maar wat kom leuk. Eens hier. Hey, alweer foto's. Kijk. Het is een moeder met 2 kindjes. En die moeder en 2 kindjes gaan nu hun onderkomen voor deze week bekijken. Oh, dit is ook mooi, hè? Oh, deze heeft ook super mooi uitzicht. Kijk dan. Hoort dat hier ook bij? Oh, denk wel, Tycho. Oh, kijk, hier kan je ook lekker zitten. Oh, wauw. Vanwege mijn MS is het ook wel eens lekker om gewoon even helemaal eruit te zijn. Even, nou ja, geen stress. Want stress is eigenlijk, dat slaat gewoon gelijk op de MS. Dus dat moet ik wel zoveel mogelijk zien te vermijden. MS, och jeetje. Dat is heel naar. En dan ook een van haar 2 kinderen die, ja, ik weet niet hoe ik dat moet verwoorden, anders is dan de norm, laat ik het maar zo zeggen. Ja, dat is wel een hell of a job. Oh, hier, ik ruik een cavia of een hamster of zoiets. Nee, ik ruik ook een knaagdier. Gadverdarie. Nee, Fleur, ik vind dat niet grappig. Ja, maar die loopt vast niet los, hoor. Oh, ik heb het gevoel, wat is dat? Nee. Nee, mam. Ik slaap hier niet. Nee, ik wil het niet eens zien. Vertel het me maar. Ik ga gillen. Wat is dit? Een lege haan of zo? Mama, maar wie moet er nou naast dat beest slapen? Nee, ik niet. Wow. Het is al een heel dik stapeltje. 100. 200. 1700. Oh my god. Wij hebben gewoon 70. Voor een week. 40, 50, 55. Oh, dat is niet zoveel. 66, 67, 70 euro met z'n drieën. Dat kan toch helemaal niet? Hoe kunnen we met z'n drieën leven van 70 euro per week? In Portugal begint de dag met een duik in het privézwembad. 185 euro voor een broek. Ja, het is heel gek om zo te shoppen, want normaal let je echt wel op de kleintjes. Ja, je moet gewoon alles breken van, oh, kan dat wel en hoe gaan we dat doen dan en waar ga ik dat van betalen? Oh, kijk, kijk, kijk. Kijk dan, door het water. Oh, Zoe, vet cool. Ik kan ook wel denken van, nou, maar dat kan ik niet, want ik kan die trappen niet lopen en ik kan daar niet komen, maar dan mis je dit. En dat wil ik niet. Ik wil dit soort dingen niet missen. Dan maar pijn. En dan ga ik vanavond maar gewoon goed plat met het pootje omhoog. Ook in Epse gaan ze aan de slag met de dieren. De baartaga moet nat gespoten worden. Wat is dit voor iets bizars, joh? Zo, ik denk dat Bo heel blij is. Au. Nou, ik heb in ieder geval naar de beest durven kijken. Om wat bij te verdienen brengt Zoe wekelijks folders rond. Nou, top. Laat me maar gelijk doen, want we zijn er klaar mee. Ik heb echt zin in. Ja, ja? Ik ook. Ja, mooi. Laten we het even doen. Alsjeblieft. Oh, lachen. Maar je bent gewoon om je heen aan het kijken. En ineens zie je daar gewoon twee dolfijnen uit het water springen. Ja, dolfijnen! Oh my god. Ja, ik werd helemaal wild. Ja, dit ga ik echt nooit meer vergeten. Een week later. Rijk en arm gaan elkaar vandaag ontmoeten. Ik weet niet of geld per se gelukkig maakt, maar het maakt dingen wel makkelijker, denk ik. Maar natuurlijk, gezondheid gaat wel voor geld. Dat sowieso. Wat veel geld hebben betekent voor mij is gewoon vrijheid. Ja. Dus het enige wat ik ermee kan doen is vrijheid kopen. Ja. Dus de vrijheid om te gaan shoppen als je er zin in hebt. De vrijheid om gezellige dingen te gaan doen. Ja. Om met vakantie te gaan. Ja. En dat doen we dus ook wel. Ja. Want het is niet voor niks. Nee. Maar ik ben het helemaal met je eens. Want als je je gezondheid niet hebt, dan heb je aan heel veel geld ook niks. Nee.